Het psychiatrisch centrum Suriname, PCS, heeft vanmorgen het ISO 9001-2015 certificaat ontvangen. ISO 9001 is de internationale norm die eisen stelt aan het managementsysteem in een organisatie. Met het ISO 9001-2015 certificaat laat PCS zien dat het beschikt over een modern managementsysteem op basis waarvan de organisatie zich verder kan ontwikkelen. Volgens PCS-directeur Dayashankar Mathura is het meten van klantvriendelijkheid wel heel apart voor de psychiatrie. Wie zou hier een psychiatrisch patiënt nu gaan vragen of hij dik of niet dik tevreden is over de verleende zorg? Die heeft volgens de wet bijna geen inspraak en ook geen vrijheden en ook geen andere rechten toebedeeld, officieel. Maar wij hebben dus in het traject gekozen om de patiënt mede inspraak te geven en de bezoekende klanten, cliënten van PCS ook mede zeggenschap te geven en ook de stakeholders mede zeggenschap te geven. Nou, die 3 jaren zijn heel snel vervlogen. We hebben in de 3 jaren heel wat tussentijdse audits gehad, na de initiële audit, en we zijn allemaal natuurlijk doorstaan. En we zijn heel veel gaan leren uit het certificeringsgebeuren de afgelopen jaren. Omdat kritische tekortkomingen werden ontbloot en zeker heel veel tools ons eigen zijn gemaakt vanwege de beperkte middelen die we hebben als instituut. Hoe ga je in een steeds verarmende situatie met beperkte middelen toch kwaliteitszorg bieden binnen PCS? Mathura zegt verder dat het een uitdaging is voor het PCS om te zien hoe leidinggevenden volgens de nieuwe normwaarden omgaan met hun verantwoordelijkheden. Het is niet meer alleen voor de directie, maar ook voor leidinggevenden op het laagste niveau, zegt Mathura. De nieuwe norm is gelanceerd door Kiwa. In februari dit jaar mochten 4 mensen van PCS Ramadouban, Oma Nette, zuster Saki en mijn persoon dus die training van Kiwa volgen over risk-based auditor, internal audit en risk-based auditor volgens de norm van ISO 9001-2015. En al gauw ontdekten wij dat er een heleboel zaken nog niet ongenoeg ontbloot waren in PCS en dat we nog niet on track waren. En die ombuiging moesten we maken. Wanneer we dus zouden opgaan voor die nieuwe norm. Nou, wij zijn in april geaudit, dus de tijd was vrij kort. 2 maanden hadden wij om de hele organisatie voor te bereiden op die nieuwe heraudit, want het is een complete nieuwe audit. Initieel zaten in die scope 38 afdelingen. We hebben 34 laten opgaan. En 7 auditdagen zijn het geweest. Ik moet even hier spieken natuurlijk naar die nieuwe norm toe. Dat is van 24 tot en met 28 april. Toen hebben mevrouw Petra Maastricht, die kennen we al, en Robert Huisman PCS geaudit volgens die nieuwe norm. Directeur Dayashankar Mathura van het Psychiatrisch Centrum Suriname. Het PCS heeft vanmorgen het ISO 9001-2015 certificaat ontvangen.